Hallo mensen van Just Play It en welkom bij deze nieuwe aflevering van waar ik een voetbalstadion maak. Ja. Oh. 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 Zoals je ziet heb ik al een deel van de tribune gedaan. Ik vind het er goed uitzien. Ziet u, netjes uit. En ik dacht aan spelers. We hebben spelers nodig om het veld levendiger te maken. Dus beginnend bij de aftrap. Als we nou eentje schuin neerzetten. Zo van. Die gaat de bal spelen. Ja. Nou. Ons team heeft oranje shirts. En blauwe broekjes. Dan gewoon. Zwarte schoenen. Hè? Ziet er wel grappig uit zo. Oké. Dat is de spits met de aanvallende middenvelder. Dan staan hier buitenspelers. Spelen in een 4-3-3 aanvallende formatie. Ja. Zo. Ik moet ze echt naast elkaar zetten, die dingen. Zo van top tot teen, een beetje. Ik moet ook nog aparte keeperskleren maken, maar daar komen we wel op. De twee centrale middenvelders, die komen ongeveer hier. Tu. Zo. Hup. Tu. Dan komt... Clash time set D. Dan komt hier een van de backs. Zo. Oh ja, centrale verdedigers. Zo, zo, zo. Andere centraal verdediger. Hup. En nu de laatste backpositie van ons team. En daar hebben we een heel elftal. Nou, tiental hebben we tot nu toe. Nu moeten we nog keeperskleren bedenken. Dus laten we even wat leuke kleuren zoeken. Groen shirt. Zwarte schoenen houden we. Welke kleur broek? Broek. Ja, niet blauw. Ik wil blauw, maar... Het mooiste lijkt me om ook gewoon een groene broek te doen. Ja. Gewoon... Type... Schoenen hebben. Deze. Ik weet niet waarom ik twee van die groene dingen pak als ik er toch maar één nodig heb. Maar ja, doe lekker raar, weet je wel. Zo. Zo. Huppie. Weg ermee. Oké, ik bestaat ongeveer hier. Ja. Oh, kijk, dit is zo scheef. Zo. Dat is de doelman van ons team. Ja, kijk eens aan. Nu moeten we nog tegenstander bedenken. Zien wat zij aandoen. Let daar. Kleuren. Natuurlijk niet in het oranje of in het blauw. Maar wit. Of ik weet niet of boomiel kan, anders doe ik gewoon lichtgrijs. Kijk wel even of boomiel kan. En qua broekje doen ze dan rood. Zien of het helpt. Oh, boomiel kan. Mooi. Doen we deze hier weg. Broekie. Mooi rood. Heb je. Nou. Eens zien. Die staat hier. Zo.
En zo staat het goed. Staat hier een. Staat te ver weg. Zo. Komt de ander, die komt iets dichterbij. En zo. Spelen zij in dezelfde opstelling? Of zullen we hun in een andere opstelling zetten? Zoals het bij mij nu lijkt, lijkt het net of we in een 4-4-2 spelen. Is niet zo, want dat is de aanvallende middenvelder. We kunnen deze gasten wel in een 4-4-2 zetten. Dan moet ik deze gewoon weghalen. En die zet ik dan ongeveer hier neer. Zo. Heb je hier twee spitsen of zo. Heb je een middenvelder. Middenvelder hier. Zo. Nee, dat is vervelend. Zij spelen wel met een verdedigende middenvelder en wij met een aanvallende ofzo. Kijk, verdedigende middenvelder die staat een beetje achter de spits, wat schuiner. Oké. Ik hoor hem hier. Zo. En de middenvelders van hun. Ja. Oeps. Waarom wil ik die centraal verdediger telkens overslaan? Zo. Die staat hier. En dan komt hier nog een van hun backs. Zo. Nu moeten we nog keepers kleren. Zij spelen met een gele keeper. En die heeft een gadverdamme niet paars. Groen en paars zou wel cool staan. Geel, nee, hun keeper speelt in het grijs. Wat dacht je? Grijs. En een zwart broekje. Een wat donkere keeper. Kan dat zo, als ik zo doe? Mooi. Is dat vervelend? Gooiden ze per ongeluk weg. Wacht, heb ik nu? Volgens mij maak ik hem steeds donkerder, of niet? Totdat hij echt helemaal zwart is. Voor mij kan die niet meer donkerder. Is goed zo. Mijn keeper staat iets dichter bij het doel. Zo, heb je die keeper. Ik vind dat een beetje op wit lijken. We laten hem helemaal zwart maken. Hier komt de keeper. Ik weet niet waarom ik dat doe. Hier, kijk, hij wordt steeds donkerder als je met zwart verft. Als die eerst een andere kleur is. Het is op zich wel cool. Zie je hoe donker we hem kunnen maken. Of dat nu, volgens mij helpt het niet meer. Dus ik vind het goed zo. Ja. Helemaal zwart. Lijkt nu nog of die kniebeschermers aan heeft ook. Maar ja. Nou, dat ziet er goed uit. Op zich. Even slash clear. Zo. Oké. En nu. Bepalen hoe ik dit ga doen. Wat duidelijk dat dit hier komt. Stop ik hier. Zo. Ook die trap laten doorlopen. Zo, als we het zo doen. Die zetten we gewoon hier neer nu. Wordt deze nu maar even een korte. Totdat we bij de
Doordat we dit af hebben. Dat is de plek waar de cameraploeg zit voor echt het hele veld om te filmen. Maar nu maken we het er tenminste even omheen, dus daar gaat het om. Als we hier... Hekkie. Zo. Nee, ik neem aan dat we dit met slaps gaan doen. Gewoon even alle slaps. Slaps gaan zoeken. Ik zeg deze. Dat was niet mijn bedoeling. Hier gewoon dit. Zo. Zo, zo. Komt daar de cameraploeg te zitten. Niet slecht, hè? Hier nog zo? Nee. Nee. Zo is goed. Oké. Dan komt dit dus weer zo. Val ik naar beneden. Zo. Zo, het gaat gewoon de hele tijd hetzelfde door, dus is niet moeilijk. Oké. Zo. Zij moeten natuurlijk ook ergens uitkomen, hè? Dus dat maken we gewoon zo. Misschien zelfs mooier als het kan. Maar dat weet ik niet. Ik verander het wel als ik daar met de tribunes ben. Dan zien we hoe we het dan doen. Eens zien of we ergens gewoon... Is zo is het. Fans. Slaps. Gewoon. Deze. Komt hier de camera. Lijkt een klein beetje op een geweer. Dat lijkt er meer op, ondanks dat hij nogal groot is. Oké, hebben we gewoon blokken die er sowieso op lijken. Hierbij niet echt, niet echt. Ik denk dat ik gewoon bij mijn plan blijf. Gewoon. Zo, zo, zo is goed. Zo is goed, ja. Oké. Nou, komen daar camera's. We hebben ook nog een keer hebben we nodig om een plek te maken waar de commentatoren zitten. Ik denk dat die in zo'n... ik ben de naam kwijt. Skype dingen zullen zitten. Ik ben echt de naam kwijt van hoe dat heet. Shit. Zo, hè? Ja. Zo.
trap moet nooit gelijk komen met de tribunes. Zou het niet uitzien. Oké. Dan wordt deze maar gewoon even één korte nu. Zo. Die komen vanzelf wel weer op een goede lengte terecht. Dus het maakt niet zoveel uit. Dan maak ik dit stuk gewoon even hier. En dan is de video klaar. Ja. Dus gewoon zo doen. 5, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Zo'n blok. 1, 2, 3, 4. Oké. Wow. Wacht. Niet 4. Of wel 4. Nee. 3, hè? Ja, 3. Ja, bij die nog 3. Zo. En dan zetten we hier dit weer neer. Nu zie ik al waar de trapjes daar moeten. En ik val weer. Ik heb ook geen idee waarom. Maar dat is zoiets. En dan is God dit de laatste rij die we voor vandaag gaan maken. Zo. En zo. En het begint al echt aardig uit te zien. Het fout lijkt nu echt net of de echte voetbalwedstrijd gaat beginnen. Mooie duckout. Mooi stuk tribune, wat natuurlijk overal komt. En ik hoop dat jullie genoten hebben van deze aflevering. Als jullie het leuk vonden, abonneer op ons kanaal en geef natuurlijk even een like. En tot de volgende keer. Doei!